Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week vanaf de markt in Mil. We hebben prachtig nazomerweer en we gaan eens kijken of de stemming er een beetje in zit op de markt in Mil. Mag ik even mee, buurten? Oh nee, oh nee. U ook niet? Ja, toch geef ik niks. Wat wilde u weten? Nou, iets nieuws uit Mil of zo? Nou, ik weet niet veel nieuws uit Mil. Er leeft niks in Mil? Ja, er leeft genoeg, maar ja, wij hoeven er niet te zijn. Dus, Ik hoorde net van Toon dat er een nieuwe marktkraam bij is. Klopt dat? Oh, die heb ik nog niet. Ik heb hem ook nog niet ontdekt. Ik heb hem ook niet ontdekt. Gaat u wel wekelijks naar de markt? Ja, we gaan nu wekelijks naar de markt. Dus, Ik hoor dat het een sokkenkraam is die erbij is gekomen. Stoppen. Sokken. Sokken. Oh, maar die stond er eerst ook al. Ja? Ja, die sokkenkraam stond er eerst al, waar? Ben ik hier rond geweest. Oh. Welke kraam zou u er graag bij zien? Wat mist u op de markt? Nou, ik mis niks, want alles wat we hier hebben, daar ben ik tevreden. We gaan het kruid vatten, we doen meteen de boodschappen, dus we hebben alles bij elkaar. Een stoffenkraam hoor ik. Nee, ik niet. Oh, hier, een stoffenkraam. Jawel, jawel. Hallo. Een stoffenkraam? Ja. Ja? Die mis ik ooit wel, ja. Gewoon om wat dingetjes te maken, vooral zo rond carnaval die tijd. Heeft hij er wel eerder gestaan, een stoffenkraam? Ja, ja, ja. Waarom is hij vertrokken? I don't know. Te weinig mensen die nog stofjes nodig hebben, denk ik. Ik denk. Wat maakt u ervan? Kleding. Voor uzelf, kinderen? Voor kinderen en met carnaval hoofdzakelijk, ja. Bent u daar handig in? Best wel. Ja? Heeft u nu iets aan wat zelf gemaakt is? Nee. Ah, jammer. Vinden de kinderen het leuk als moeder zelf iets maakt? Nee, maar nu op het moment ook meer herstelwerk gewoon. De kinderen zijn wel groter, maar ja. Want hoe oud zijn uw kinderen? Ja, moeten echt. Ja. 22 en 24 ben. Oh, die inderdaad, die zijn... Oh, heel groot. Woon ook niet meer thuis, denk ik, of wel? Ja. Nou, gezellige boel dan. Ja, best gezellig. Dan hebben ze het goed thuis. Ja. Verzorgen ze helemaal nog. Kunnen alles krijgen, dus wat dat betreft. Ja. U vindt het ook wel leuk? Ja, hartstikke gezellig. Zitten we wel allebei op school of werken ze al? Op school en werken. Nou, mooi gezin. Ja. Geniet ervan. Komt helemaal goed. Dag. Ja. Oké, okay, doei. Goedemorgen. U bent zo gezellig met z'n allen hier. Ja, daar zijn we. Ja, dat doen we iedere woensdagmorgen. Oh, heb ik u al vaker getroffen op de markt? Nou nee, volgens mij is dit de eerste keer. Waar bent u van? Wij zijn van het verpleeghuis De Meijhorst. En dan gezellig een visje eten op de markt? En dan gaan we iedere woensdagmorgen met een bepaald groepje mensen gaan we naar de markt en lekker visje eten. Zijn het altijd dezelfde bewoners of is het iedere week wisselend? Nou, ongeveer wel. En dan gaan we straks weer terug en dan gaan we een tweede ronde weer. Nog een keer naar de markt? Gaan we nog een keer naar de markt met een andere groep mensen. Ook weer vis eten? Ook weer een lekker visje eten. Doet u dan ook mee? Hè? Nee, nou, vaak willen ze wel eens delen hoor. Dus, ja? Nee, maar dat vinden ze ontzettend gezellig. Het is nou mooi weer. Hè? Dus, Prachtig. Is het uw werk? Ik ben vrijwilligster op de Meijhorst. Leuk is dat zeg. Ja, dat is prachtig werk. Ja. Doet u dat lang? Al heel lang. Ja, 3 dagen in de week. 3,5 dagen in de week. Nou, maar dat is inderdaad flink vrijwilligerswerk. Ja, ja, ja. Ja maar... Wat heeft u daarvoor gedaan? Ik ben vroeger, toen ik nog jong was. Heeft u altijd in de zorg gezeten? Nee. Ik ben kleuterlijster geweest. Oké. Ja. En daar is minder vrijwilligerswerk in? Maar als ik weer terug maar zou mogen kiezen, zou ik dit werk doen. Ja? Ja. Wat is daar zo leuk aan? Nou, gewoon de mensen, hè. En... Ja, je bezorgt ze gewoon een hele mooie, gezellige woensdag en met activiteiten ook. En als je naar huis gaat en je hebt al 1 glimlach, dan is het al goed, hè? Mensen zijn er blij mee, denk ik. Mensen zijn er heel blij mee, ja. Ik zal het eens even vragen. Ja. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Wat vindt u ervan om wekelijks naar de markt te gaan? Oh, het is wel gezellig. Lekker uitstapje? Ja. Prachtig weer vandaag, hè? Daarom ook daarbij nog. Hoe ziet de rest van de dag eruit? De rest van de dag. Ja, wat gaat u nog doen? Gaat u vanmiddag lekker in de tuin zitten? Nou, nee. We hebben geen tuin. U heeft geen puin. U heeft geen tuin. Is er bij het verzorgingshuis geen tuin? Jawel, jawel, jawel. We hebben een hele mooie tuin. Ja? Buiten. Maar ze doet ook graag puzzelen. Oké, okay, of is het dan snel ook te warm voor de mensen? Ja, ook wel. Ook. Ja. Ja. Nou... Smakelijk eten. Oh, daar ga ik dan nog eventjes heen. 101 jaar. Nou, ze is doof. Nou, dat is jammer. Daar hoop ik ook te worden, 101. Hoeveel oude bewoners heeft u echt van die bij de 100?
Nou, veel. Veel. Ja? Er zijn veel mensen in de 90 al, hoor. Maar zij is dus op dit moment de oudste, 101. Maar ja, ze hoort me niet. Nee, ze hoort u jammer genoeg niet. Maar als u voor haar gaat staan, dan zo doet een glimlach ze. Ja, dan vindt ze het toch goed. En zwaaien. Fijne dag nog allemaal. Jongens die aan het spijbelen zijn? Nee, tussenuur. Een tussenuur en dan vlug even een lumpiaatje scoren. Tuurlijk. Hoe laat moet je nou weer naar school? Hoe laat? Geen idee. Nou, dat klinkt toch als spijbelen, of niet? Nee. Nee? Heb je de hele dag nog les? Nee. Dag nog maar 1 uurtje. Oh, dus de rest van de middag lekker vrij? Ja, sweet. Ga je wat doen met dit mooie weer? Nee, naar huis toe en dan thuis zitten. Thuis zitten, huiswerk maken, valt dat mee? Ja, nog een beetje en dan ben ik klaar. Maar je gaat niet lekker zwemmen of zo? Het wordt prachtig weer vandaag. Ja, dat ook. Geen zin in? Nee. Ga jij ook niet zwemmen? Brommen rijden? Met dit mooie weer? Ja. Hoe oud ben je? 15. En mag je dan op een brommer? Nee. Waar ga je brommen rijden dan? Eigen terrein. Oké, okay. Wat voor brommer heb je? Boeg en Thomas. Doe je er ook iets van een wedstrijdcross of iets mee, of dat niet? Nog niet. Zou je wel willen? Ja. Is te duur. Ja? Bijbaantje nemen? Heb ik al. Wat doe je? Krantjes. 'S Morgens vroeg of na school? Na school. Heb je ook wel eens overwogen om 's morgens vroeg die kranten rond te gaan brengen? Veel te vroeg mijn bed uit. Gaat niet lukken? Wat? Hoe laat sta je nu op? 7 uur. Word jij jezelf wakker of haalt je moeder je uit bed? Wekker. Anders... Daar word jij wel wakker van. Zet je die wekker toch voor gewoon om 5 uur? Voor 7 kom ik niet mijn bed uit. Nee. Hey, maar mogen jullie wel van het schoolplein af als je een tussenuur hebt? Ja, waarom niet? Ja, er zijn scholen waar dat niet mag. Ja. Brave kinderen. Nee. Nee? Vooral die niet. Nou, ik hou jou niet op van je lumpia. Smakelijk. Ja, bedankt. Doei. Ook aan het spijbelen? Nee, ja, eerste uur vrij. Eerste uur vrij? Ja. Hoe laat begint jouw eerste lesuur dan? Eerste les van school. Ja? 8:30. Van 8:30 tot 9:30 vrij of zo? Nee, net al we eerst uw les gehad en alweer een uur vrij. Wat voor les heb je net gehad? Levensbeschouwing. Levensbeschouwing? Nou, dat vind je vast een heel interessant vak. Ja, dat vind ik helemaal niks. Waar ging het over? Sport. Sport? Oh. Nou, ik vind jou wel een sportief type. Nou, dat valt om mee. Heb je wel goed opgelet? Nee. Nee? Nee, heb je een beetje slapen in de klas? Dat kan niet. Nee, veel mee. En wat is daar je volgende lesuur? Waar is volgende lesuur? Studieuur. Een studieuur? En wat is dan de bedoeling in een studieuur? Dat je gaat studeren? Ja, dan moet je werkwoorden leren. Werkwoorden leren? Ja. Dus er zit wel een leraar bij het studieuur? Ja, er zit wel een leraar bij. Je hebt er zin in, zie ik. Nee, niet echt. Ik hoorde dat de rest vanmiddag vrij is. Jij ook? Ja, na dit uur wel. Ja, nou, nog 1 uur les en dan vrij. Maar niemand is van plan om lekker te gaan zwemmen. Het is zo mooi weer. Nee. Wat doen jullie dan op zo'n vrije middag? Een beetje chillen. Een beetje chillen? Ja. Hoe werkt dat, een beetje chillen? Ja, gewoon een sigaretje roken in het park. Ja. Welk park? Landschapspark hier? Ja. Sigaretje roken en dan? Ja, een beetje... Energiedrank erbij? Ja, ook. Ja? Ja. En dan gaat de middag wel een keer voorbij? Ja, langzaam. Ruimen jullie de rotzooi ook op? Soms niet en soms wel. Nou, dan beloof jij nu voor de camera dat jij dat voortaan altijd doet. Ja, dat is goed. Goed zo, succes! Hoi! U bent hier de marktmeester? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Op deze bruisende markt in Mil. Vertel eens, wat is hier nou zo bruisend aan? Waarom moet iedereen naar de markt in Mil? Nou, wij hebben in ieder geval ontzettend gezellige marktmensen hier op de markt staan. De mensen die hier op de markt hun boodschappen komen doen, die vinden het ook super gezellig. En als jullie natuurlijk al van de KKN hier langskomen, dat wil natuurlijk ook wel zeggen dat we een bloeiende markt hebben, toch? Ja, zeker. Ja. En er is een nieuwe marktkraam bij, hoor ik. Ja, we hebben weer een nieuwe sokkenman hebben we er nou bij. We zijn natuurlijk wel in hele zware tijden, want de markt die loopt een beetje terug uit. Maar we doen als gemeente ons uiterste best om de markt toch vol te krijgen. En ja, ik denk dat we zeker niet mogen klagen op dit moment. Wat doet de marktmeester precies? Ik hou een beetje toezicht op de markt en ben de schakel tussen de gemeente en de marktmensen. Dus ik controleer de vergunningen of alle papieren op orde zijn of er klachten zijn en die probeer ik dan allemaal op te lossen. Komt er nog uitbreiding van de markt in de toekomst?
Nee, ik ben er wel heel erg bang voor. De mensen die we nu op de markt hebben staan, daar moeten we echt dankbaar voor zijn en moeten we koesteren. Dus de markt heeft wel echt een terugloop, dus echt een grotere markt, dat is niet meer van deze tijd. Nee. Maar de markt blijft wel bestaan? Ja, dat zeker. Ja. Dus waarschijnlijk wel in andere mate, dat je meer foodartikelen hebt, net zoals het vis, kaas, brood. En dan de kleding, die zal langzaamaan wel gaan verdwijnen, maar de markt blijft zeker wel bestaan. Goed zo. Nou, succes vandaag nog. Nou, hartstikke mooi. Jullie ook. Dankjewel. Bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. Al op zoek naar de wintercollectie? Ja. Ja, echt waar? Ja, dat is hard nodig bij ons. We hadden het er net over. Je ziet overal alleen maar winterkleren. Maar u bent echt al aan het inslaan? Voor mijn dochter wel. Ja? Want die heeft altijd een speciale keuze voor een winterjas. En dat is maar moeilijk aan te komen. En? Lijkt dit erop? Ja, daar heeft ze wel de smaak naar, ja. Ja. Wat vindt ze dan leuk? Glitter? Het glitter en de knoopjes en bont. Dat is met schoenen precies hetzelfde. Moet altijd bont en glitters aan zitten. Hoe oud is uw dochtertje? 7. Maar die heeft al een eigen willetje en een eigen smaak? Ja, dat is heel duidelijk te merken. Dus dan hoef je niet gewoon een jasje te kopen. Alsjeblieft, trek maar aan. Nee, dus met mijn zoontje van 5, die trekt gewoon aan wat ik koop. Ja. Maar mijn dochter moet mee en die kiest zelf de kleren uit. Bepaalt zij ook iedere dag wat er aangetrokken wordt? Elke dag doet ze dat zelf. Dan hoef ik niet meer klaar te leggen, want het is nooit meer goed. Zijn het ook mooie combinaties? Ja, ze kiest het zelf. Ja, ze doet het perfect. Ja, het is echt, echt een soms trekken kinderen dan inderdaad dingen bij elkaar aan waar je denkt van nou, dat gaat echt niet. Nee. Maar zij heeft daar dus wel kijk op. Ja, zij doet dat echt zelf. Ja, het is echt perfect hoor. Het is een meisje. Ze zit weer op school, neem ik aan? Ja, gelukkig. Gelukkig? Van een zware zomervakantie? Nee, het was geen zware zomervakantie, maar ze waren eraan toe. Ja? Ja, ze waren er bij ons echt allebei aan toe van mam, wanneer begint het school? En, vervelen? Nou, nee, ze waren niet vervelen of zo. Nee, aan het vervelen? Nee, ook niet, want we hadden zat te doen. Maar het was toch wel de vriendjes, vriendinnetjes. Ze ging voor het eerst naar groep 3, dus dan is er weer een spannende iets. Hoe vindt ze het in groep 3? Oh, geweldig. Ja? Ja, ze gaan met plezier naar school. Beter dan in de kleuterklas? Ja. Want ze was er echt aan toe? Ja, ze was er heel erg aan toe, zei die juffrouw ook. Het was echt hoog nodig toe dat ze naar groep 3 ging. Ze mist het spelen, niet? Nee, zij heeft nooit echt een kleuterperiode gehad. Zij vond echt het rekenen, lezen, schrijven, daar was ze al heel veel. Tenminste, bij meisjes sowieso meer. Ja, ons Milan die heeft hij niet hoor. Ons Milan die is nog een kleuterding en die moet echt, dat is echt heel anders. Die mist straks in groep 3 juist de bouwhoek. Ja, die mist de bouwhoek en de kleutertjes en dan is het weer poppen spelen. Ja, jongens spelen ook met poppen. Hè. Werkt u? Nee, ik ben een moeder, gewoon een huismoeder. Dat is ook werken? Ja, sommigen zeggen van niet, maar ik vind van wel, want je bent toch bezig. Ja, nee, maar u heeft geen probleem gehad met opvang in de zomervakantie? Nee, heb ik nooit gehad, nee. Nou, dat is dan inderdaad fijn. Ja. Vindt u het dan nou niet saai of leeg als ze dan de hele week weer naar school zijn? In het begin had ik er heel veel moeite mee. De eerste week dacht ik, wat moet ik nou doen thuis? En wat gaan we nou doen? Hoe moet ik mijn dagen opvullen? En toen had ik echt zoiets, tweede week, nee, ik ga mijn eigen ritme. Ik ging weer poetsen, ik ging weer alles doen waar we aan toe komen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, eigenlijk is het wel lekker dat ze weer een eigen ding doen. En ik ook. Dan heb je weer ergens om 3 uur om ergens naartoe te gaan. Oh, ze komen uit en dan, Doet de school ook vaak een beroep op u? Ja. Leesmoeder? Ja, luizenmoeder, leesmoeder, van alles. Ja. Allerlei soorten moeders? Ja, allerlei soorten moeders. Bij de chameleon wel. Dat is hard. Nee, omdat het steeds moeilijker wordt. Steeds meer moeders werken natuurlijk en die geen tijd vrij kunnen maken. Daar kregen wij laatst ook een brief van binnen dat dat hard nodig was. Ja, is het bij u ook al zo dat de opa's en oma's echt op school aan het helpen zijn? Ja, wel veel. Ja. Ja, dat stond dat is nieuw. Van te kijken. Ja. Dat ik veel oma's zag met spelletjes middag. En ik denk, wat is dit nou? Weet je wel. Ja, je bent er niet gewend. Normaal was het altijd moeders en papa's. Ja. En heel veel papa's bij ons op school. Nou, dat is leuk. Ja, vind ik wel. Dat zou mijn vriend nooit doen, maar... Nee? Die werkt fulltime? Ja, die is zzp'er. Die is zelfstandig. Dus die moet veel... Die is er haast niet. Die is veel werk. Ja, maar dan is het ook niet mogelijk. Nee, dat kan ook niet. En daardoor is het waarschijnlijk wel mogelijk dat u lekker thuis kunt blijven. Ja, maar ik zou ook wel stiekem een paar uurtjes willen werken hoor. Want je bent die 4 muren thuis ook wel een keer beu. Wat zou je willen doen dan? Meer in een kledingwinkel. Dat heb ik toch altijd gedaan. Dus, Voordat u kinderen kreeg, heeft u in een kledingwinkel gewerkt? Ja, en een drogisterij heb ik altijd gestaan. En dat zou ik toch wel, al is maar voor 2 dagen. Het is toch, je bent eruit, je bent je kleine wereldje. Mm. Het wordt zo klein. Ja. En je wilt toch een beetje meer sociale aanspraak hebben. Ja, het is leuk op de kleuterschool. En als je kind gaat halen, is hartstikke leuk. Je hebt zat aanspraak. Maar het zijn moeders. Ja. En je bent een moeder, maar je wil ook wel even... Geen mama een dagje zijn, weet je al? Het is toch anders? Nou, gewoon gaan solliciteren. Ja, daar ben ik ook hard mee bezig. Gaat zeker lukken. Jawel, dankjewel. Succes. Dankjewel. Doei. Goedemorgen. Iedereen rent weg. Hier mag ik toch wel even mee buurten, of niet? Jij wel, ja. Ja? Zeg het maar. Wat heeft u gedaan? Ik heb een nieuwe heup gekregen. En, hoe voelt dat? Goed. In het begin even niet, denk ik. Nee, maar nou wel veel beter. Hoe lang is dat geleden? 8 weken. Ja.
En u loopt nu alweer goed rond? Ja, een beetje. Hoe lang duurt het voordat de krukken weg mogen? Oh, misschien over een week of 2-3, dat het helemaal weg was. Mag ik vragen waarom u toe was aan een nieuwe heup? Die was helemaal versleten, hè? Ja? Ja. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Nee? Nee. Maar u bent nog vrij jong voor een versleten heup, toch? Ja. 55, dus... Dat is wat zeiden ze in het ziekenhuis, dat komt toch niet zo heel vaak voor, of wel? Nou, ik ben jong te zacht, want iemand die heeft er nog, volgens mij was die 40 al, dus... Echt waar? Ja, ja. Is dat dan artrose of zo, of dat toch niet? Nee, het is gewoon versleten. Eén kant, de andere kant is helemaal goed, dus... En hoe lang is de garantie erop? 15. 15 jaar? Ja, soms 20. Dus dan komt u in aanmerking voor nog een keer? Ja, ja. Het revalideren, neemt dat veel tijd in beslag? Ja, 3 keer in de week fysio, hè. Ja. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? Een weekje. Nou, dat valt uiteindelijk toch wel mee. Valt wel mee. Werkt u ook nog? Nee, nu niet. Nee, maar daarvoor wel? Ja. U gaat straks weer aan het werk? Ja. Waar werkt u inmiddels? In de middelpanel, in Melle. Wat doet u daar? Ik ben productieleider. En hoe lang denkt u er tussenuit te blijven? Ja, dat kun je niet zeggen. Nee? Kun je niet zeggen, nee. Nu, nog een maand zeker. Maar dan gaan we eerst op vakantie, dus... Nou, u heeft wel een mooie tijd gehad om thuis te zitten, ja. Of niet? Nu wel, ja. Ja, prachtig weer. Ja. Of heeft u zich heel erg verveeld? Nee. Ik verveel me eigenlijk niet. Nee? Een beetje wandelen en zo, te krukken en of een keer rondrijden. Of... En wanneer gaat u op vakantie, zei u? Begin oktober. Waar gaat u heen? Turkije. Nog een keer het mooie weer tegemoet? Ja, zeker. Waar gaat u heen in Turkije? Denk Side of daar of Alanya. Heeft nog niet geboekt? Nee, we zijn aan het kijken. Dus... Bent u vaker geweest? Ja. Al een keer of misschien maar 7-8 keer. En dan vaak in het najaar of in het voorjaar? Nee, meestal in de vakantie. We hadden geboekt, maar ja, we hebben moeten annuleren nu. Oké. Okay. Oh, dat is balen. U kreeg in één keer een oproep of zo dan? Ja, het zou eigenlijk 30 augustus gaan. En toen hebben ze twee maanden eerder gezet. Ja. Omdat het echt nodig was. Dus... Nou, volgens mij zijn de temperaturen in oktober wel beter. Ja, ik ben in de zomer geweest, vond het wel erg warm hoor. Ja, was het ook warm, ja. Vond u dat wel goed te doen in de zomer? Ja, wel. We kan er wel tegen. Ja? Nou, succes en een hele fijne vakantie. Ja, Oké, dank je. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Ja, goed hè. Is het gebroken? Nee, geopereerd. Geopereerd? Hey, dat is vervelend. Ja, dat heeft u er alleen last van in de arm? In de hand. Dan ben ik geopereerd. En wat is nu de bedoeling? Moet het in enige tijd in het gips blijven? Nee, hebben ze open gehad en hebben ze wel van het bot afgenomen. Omdat dat er meer spulling kwam. Ja. En dat dan, dat ik van de pijn af ben. Dus goed is. Had u veel pijn? Ja, dat had ik, ja. Maar alleen in uw linkerhand? Linkerhand, ja. Maar ik heb daar meer plaats gehad. Dus. Ook al vaker geopereerd? Nee. Ja. Hoe lang duurt dat voordat het eigenlijk weer gewoon prettig aanvoelt? Ja, dat zegt me wat. Dan moet ik afwachten. Lang? Ik zal ook nog naar de therapie moeten. Wat. Want hoe lang is dit geleden? 3 weken. En dat is april. Dan moet ik nog een week erin en dan hoop ik dat ik er vanaf ben. Is het meegevallen of niet? Ja, ik was weg, dus dan merk ik er niks van. En beter toch? Wel even pijn, dus maar ja. Zolang in het ziekenhuis gelegen of niet? Nee, ik heb een dagbehandeling. Dagbehandeling mocht meteen weer mee naar huis. Dat gaat makkelijk tegenwoordig, hè? Ja. Hoe was dat vroeger? Als je geld gaat kosten, moet een huis. Ja. Maar vroeger was dat toch wel anders, of niet? Ja, dat was zeker, ja. Die wilden het wel langer, ja. Ja, wat vindt u ervan, dat tegenwoordig al die mensen zo snel naar huis gestuurd worden? Ja, nou, ik bedoel, als dat kan, dan vind ik dat goed. Maar over het algemeen doen ze het ook wel dikwijls dat ze te vroeg naar huis doen. Nou, daarom, dat hoor ik vaak. Ja. Dat dus, klopt. Want heeft u kinderen? 2. Bent u vroeger in het ziekenhuis bevallen? Ja. Hoe lang heeft u toen in het ziekenhuis gelegen? Durf niet te zeggen. Ik wil het graag horen. 7 maanden. Oh, maar dan was er iets mis. Was ik in verwachting. Oh, waarom? Dat was de 4e keer. En waarom moest u 7 maanden in het ziekenhuis blijven dan? Omdat het 3 keer mis is gegaan. Echt waar? Ja, 14 dagen thuis en de rest in het ziekenhuis. Maar het is uiteindelijk dus goed gekomen? 2 gezonde kinderen. 7 maanden, hoe bent u die tijd doorgekomen? Ja... Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, zeker kan ik dat herinneren. Vond u dat toen verschrikkelijk? Een man had nog geen rijbewijs en je toen met de fietsje moest je er nog. Waar lag u? Boksmeer, Maas ziekenhuis. Ik al dacht van wanrooi naar Kuik. Ja? Ik was stenoloog, metselaar. Ja, echt. Ja. En al dacht van wanrooi Kuik, Boksmeer en zo, alle ronden steeds met de fiets. 7 maanden lang? Ja.
Goed voor de conditie? Ja, en nooit niet nat geworden. Altijd goed weer gehad. Goed weer gehad. Ja, ja. En ik lag tot de bruin in bed. Maar u had toen nog geen kindje thuis? Nee, dat was de eerste. Dat was de eerste. En daarom dan riskeerden ze niks meer. Oké. Okay. En hoe lang toen het geboren was? Heeft u dan ook nog enige tijd in het ziekenhuis gelegen? 9 dagen. Gewoon, daarom vroeg ik het eigenlijk, want tegenwoordig is het gewoon bevallen en hup. Ja, nee, maar dat was toen echt niet. Maar ja, dat is inmiddels ook al 44 jaar geleden. Ja. En maar ziet u hoe dat verandert in de loop der tijd? Ja. En de tweede die kwam met de 7 maanden. Is te vroeg geboren? Ja, die was nieuws, hoe papa eruit zag. Die kwam maar toen moest u dus weer enige tijd in het ziekenhuis blijven, of niet? Mocht het kindje wel mee naar huis? Gewoon thuis rond met medicijnen hebben ze toen. Ja, wat was het geboortegewicht dan? Weet u dat nog? Bijna 3 kilo, hè? Nou, dat is netjes met 3 kilo, ik zeg het verkeerd. Wat was het nou? 2 kilo. Volgens mij mogen de kindjes nu pas met 2500 gram naar huis. 2 kilo was het. Ja, en dan mocht mee naar huis? Nee, die had in de couveuse gelegen. Nou, daarom, dat bedoel ik. Ja. Dus die heeft nog enige tijd in de couveuse gelegen? Ja, 6 weken. Dus dat was weer een ziekenhuisperiode? Ja. Nou, ik hoop dat het hier nu dan uiteindelijk bij blijft. Komt goed. Ja? Succes. Okay. Ja, goed. Dag. Hey. Hoi. Dit was het weer voor vandaag. Effe buurten vanaf de markt in Mil. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt naar een andere aflevering op een andere locatie. Tot dan!